Welkom tweeling bij jouw kaartlegging over datgene wat in de komende periode jouw aandacht gaat opvragen. Ik onderbreek deze kaartlegging eventjes om het volgende te melden. Het publicatieschema van deze kaartlegging over wat vraagt jouw aandacht in de komende periode. Dat kan je terugvinden hieronder in de omschrijvingsbox. Dus daar kan je per horoscoopteken terugvinden op welke dag jouw kaartlegging over wat jouw aandacht verdient wanneer dat die aan bod komt. En dan mag je ook eens even stilstaan bij de volgende vraag. Wat bracht vandaag een glimlach op jouw gezicht? En dan mag je dat eventueel hieronder in de comments of in de reacties achterlaten. Ik kan alvast vertellen dat dat voor mij vandaag mijn hond was. In die zin, als we deze morgen onze ochtendwandeling aan het doen waren en we waren op in een veld helemaal alleen, dus dan kreeg ze van mij zo de lange lids. En dan heeft ze echt zo een... hoe moet ik dat uitleggen? Ze was heel op haar gemak aan het wandelen. Zo een drafje aan het doen. Dat kontje wiebelde zo leuk. Die staartje kwispelde zo echt gelukkig, content. Op haar gemak was ze aan het wandelen. En gewoon zien dat zij geniet van haar ochtendwandeling, dat bracht voor mij een glimlach op mijn gezicht vandaag. En ik ben eigenlijk ook benieuwd naar wat jou vandaag aan het glimlachen bracht. Dus als je het wilt delen, laat het dan zeker hieronder achter in de reacties of in de comments. Ik ben benieuwd naar wat ik ga lezen. En dan gaan we nu terug naar de kaartlegging van vandaag. Ja, datgene waar jij je focus op gaat mogen leggen. Het zou kunnen dat je in je ooghoek daar al een glimp hebt van opgevangen. Ofwel kan het iets zijn dat jouw out of blue eigenlijk overvalt, hè. We gaan eens kijken wat dat voor jou is. En dat is middelen of hulp die voor jou beschikbaar bent. Ja, jij staat voor een opdracht die jij moet uitvoeren of aan het uitvoeren bent. En er zijn middelen beschikbaar voor jou om jou te helpen. Er zijn ook mensen rondom jou die jou daarbij willen helpen. Nu, het is aan jou om die beslissing te nemen. Oké, ik ga die middelen die hier tot mijn beschikking staan, ik ga die ook benutten. Ik zie dat hier mensen zijn die mij kunnen helpen en die mij willen helpen. Excuseer. Ik ga die mensen ook om hulp vragen. Dus weet dat die middelen en dat die hulp er is. Het is alleen aan jou om ze te willen inzetten, de middelen, en die hulp te willen vragen. En daar ga jij eigenlijk de actie in moeten ondernemen, als in de vraag stellen aan andere mensen van, kan jij mij hierbij helpen? Of als het over middelen gaat, dat je effectief gebruik gaat maken van die middelen die er zijn voor jou. En dus dit wil zeggen dat je het niet alleen moet doen of alleen maar met die twee handen van jou, die uiteraard heel veel kunnen en heel veel aankunnen. Maar die middelen, die gaan het jou gemakkelijker maken. Die mensen die jou helpen, die gaan het makkelijker maken om datgene te doen wat dat er hier van jou gevraagd wordt. En door het inzetten van die middelen en van die hulp van andere mensen, gaat het dan ook gemakkelijker zijn om dat doel te bereiken. Nu, weet, je gaat het ook alleen kunnen, hè. Dus die weg, die ligt hier voor jou open, hè. Ik weet niet of je het duidelijk kan zien, dat is een foto van een brug. Jij gaat aan die overkant van die brug geraken, maar met de hulp van middelen of met de hulp van mensen gaat dat vlotter gaan. En het is aan jou de keuze of dat je die wenst daarop in te gaan of niet.
Zo, dit was jouw kaartlegging voor datgene wat jouw aandacht gaat vragen in de komende periode. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.